Vrouwen moeten over het algemeen beter worden vertegenwoordigd in de informatie- en communicatietechnologie, ICT-wereld. Daarom worden er jaarlijks door het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur ICT-activiteiten georganiseerd om vooral jonge dames bewust te maken over de rol van de vrouwen in deze branche. Dit staat in lijn met de Dag van Vrouwen in ICT, die jaarlijks op de vierde donderdag in april wordt gevierd, om wereldwijd aandacht te besteden aan de rol van vrouwen in ICT-beroepen. Het thema van dit jaar is Digital Skills for Life. Telesuur's Corporate Communication Manager Janice Asraf zegt dat het belangrijk is om vanaf jongs af aan te beginnen om de nodige stimulans te bieden. Dat wil zeggen, wat je leert op jonge leeftijd, dat kan je hele leven lang gebruiken. Als we die ICT-skills nu al bij meisjes bijbrengen, dan hebben ze dat ook als bagage voor de rest van hun leven. Dus hier gaan ze op een speelse manier kennis maken met een van de factoren, zeg maar, in deze ICT-branche. Dat zij dan ook als meisje leren dat zij daar ook iets mee kunnen doen op een leuke speelse manier. Asraf is van mening dat alhoewel de progressie die wordt gemaakt in de ICT-sector positief is, er altijd gewerkt mag worden aan het creëren van bewustwording onder de vrouwen over hun rol in de ICT-wereld. Ik denk dat vrouwen hun posities gaan innemen, maar natuurlijk is er room for improvement. En we moeten het blijven stimuleren. Ook de jonge generatie moet steeds meer en meer een rol gaan vervullen in die sector. Met ondersteuning die Telesuur aan de ICT-associatie biedt, hoopt het bedrijf bij te dragen aan deel zijn van de positieve progressie.